De luchtvaartdienst heeft een tweede groep luchtverkeersleiders afgeleverd. De groep bestaat uit 13 cursisten die de eindstreep heeft behaald, waarbij zij hun certificaat in ontvangst hebben genomen. Dit aantal is niet wat de luchtvaartdienst had verwacht, zegt Clyde Sabayo, chef luchtvaartdiensten. Hij is wat teleurgesteld dat er 50% geslaagde is geweest. Dan kunnen wij wel aangeven dat het wel iets beneden de norm, wat normaliter zou moeten zijn, boven de 50%, meestal ligt het dicht bij de 60%, dat het dit keer iets beneden de norm is gekomen. Maar desondanks hebben wij deze 13 cursisten mogen afleveren. En wij danken ook het ministerie die ook de medewerking heeft verleend, ook ten aanzien van de financiën ook die moeten vrijkomen, anders is er geen opleiding. Cindy Toumin, hoofdluchtvaartdienst Suriname, onderstreept dat de organisatie sinds 2022 bezig is met het werven van nieuw personeel. Het kwam uiteindelijk vorig jaar zover dat ze zijn opgeroepen en mee konden op de operatie om een idee te krijgen hoe het werk in elkaar zit. Ik ben blij dat we uiteindelijk toch 13 geslaagden hebben. Het is weliswaar een druppel op een hete plaat, want we hebben meer medewerkers nodig voor de dienst. Maar het is een aanzet en ik wil daarvoor ook het ministerie dank zeggen voor de bijdrage. Overige medewerkers voor in feite het behaald resultaat wat we vandaag hebben. We gaan dus ingeslagen weg door. Positief dat we hopelijk ook de volgende batch mogen verwachten vanuit het ministerie, zodat we de gesprekken kunnen aangaan. Minister Uraikid Ramsaran van Transport, Communicatie en Toerisme benadrukte dat dit moment niet alleen van groot belang is voor de cursisten en hun families, maar voor de gehele Surinaamse gemeenschap. De toevoeging van deze 13 luchtverkeersleiders zal namelijk de luchtvaartdienst in ons land verder versterken. In de eerste week van mijn aantreden als minister belast met het transportbeleid, ben ik meteen geconfronteerd geworden met de problemen binnen de luchtvaartsector. Zoveel gewicht heeft het. Zoveel zult u ook op uw schouders hebben. Bij het uitreiken van de certificaten ga ik straks een handeling plegen. De handeling heb ik geleerd vanuit het traditioneel gezag, waar je de andere persoons schouders vastpakt en ook klopt erop. Waarom? Omdat dit een verdeelde verantwoordelijkheid is. Dus straks gaat u dat ook meemaken van mij. Reeds in april hebben we een groep gehad die de aerodroom en approach procedural training succesvol hebben doorlopen. Wij zijn dus goed op weg en het ingeslagen pad zullen wij blijven continueren. De bewindsman benadrukte dat zijn ministerie zich zal blijven inzetten om de luchtvaartsector de nodige ondersteuning te bieden en deze zelfs naar een hoger niveau te tillen. Hij beschouwt investeren in de luchtvaart als een prioriteit, omdat deze bijdragen aan het waarborgen van de veiligheid van de luchtvaart in ons land.